In het Rijksmuseum te Amsterdam wordt een tentoonstelling gehouden van werken van Westfaalse en Nederrijnse kunstenaars. Professor Dr. Goedewagen sprak het welkomstwoord. Herr Rijksminister, meine zeer vereerde aanwezenden. Het is mir eine sehr große Freude, nachdem ich dieses Jahr schon zweimal die Ehre hatte, in Deutschland eine niederländische Kunstausstellung eröffnen zu dürfen, hier in Amsterdam die Eröffnung einer Ausstellung gegenwärtiger deutscher Kunst einzuleiten. Insbesondere begrüße ich Sie, Herr Reichsminister, denn auf Ihre persönliche Initiative und mit Ihrer weitgehenden Unterstützung ist diese erste Ausstellung deutscher Kunst in diesem Lande nach den unerfreulichen Ereignissen des vorigen Jahres hier im Reichsmuseum zustande gekommen. Ich heiße Sie alle hier nochmals herzlichst willkommen. Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart opende de tentoonstelling. Ik dank Ihnen voor de ganze Hilfe, die Sie uns hier zuteil haben werden lassen, en ook Ihren beiden Mitarbeitern. Vor allem danken möchte ich aber den Künstlern, sowohl den niederländischen wie den deutschen Künstlern, dafür, dass sie ihre Werke geschaffen haben, die wir nun sehen können. Und mit diesen Wünschen eröffne ich unsere Ausstellung. De talrijke aanwezigen bezichtigden vervolgens de ingezonden kunstwerken. Volgende dag maakten de buitenlandse schilders en beeldhouwers in gezelschap van hun Hollandse collega's een excursie naar Haarlem en Noordwijk. De Noordwijk werd de thee gebruikt waarbij oberburgemeester Vetter van Hagen aan professor Dr. Goedewagen een pijp overhandigde. Hierna volgde een wandeling langs het voor velen nog onbekende Noordzeestrand. Velen konden de verleiding niet weerstaan om tijdens dit korte bezoek wat schetsen te maken. Aan hen die in nood verkeren, hun leed verzachten, gewonden verzorgen, dat is de taak van het Rode Kruis, wiens vlag het internationale teken voor menslievendheidswerk op het oorlogsterrein is. In 1939 vertrok een Rode Kruis ambulance naar het zwaar getroffen Finland. Spontaan melden zich vrijwilligers en even spontaan werden de gelden opgebracht voor de uitrusting van de ambulance. Thans woedt een nog fellere en voor de toekomst van Europa oneindig belangrijker strijd in het oosten. Honderden gaven reeds gehoor aan de oproep van luitenant-generaal Seyffardt en melden zich aan voor het Vrijwilligerslegioen Nederland. Reeds zijn de eerste vrijwilligers vertrokken
en meerdere zullen hen volgen. Wat wij Nederlanders aan anderen schonken, zullen wij ook onze eigen jongens niet onthouden. Zeer spoedig zal een Nederlandse ambulance het Vrijwilligerslegioen Nederland volgen. Onze jongens strijden voor Nederlands plaats in Europa. En dit Europa mag niet ondergaan in den chaos van het communisme. Steunt hen in die strijd. Draagt het uwe bij voor het uitzenden van de Nederlandse ambulance.